Ja. We gaan over naar de muziek met Laura-Lien en Matthias. En dat is, kijk eens aan, een blinkend duo. Ik zei het er net al, niet alleen een liefdesduo, want hoe lang zijn jullie ongeveer een liefdesduo? Is dat nu? Nu 9 maanden. Suikerbonen. Schoon, hè? Zeg, en nu ook een muzikaal duo. Ja, hoe komt het dat jij plots begint te zingen? Ja, ik had het al langer gezegd voor mezelf dat ik dat ooit wel zou willen doen. Maar ja, met Laura-Lien naast u, zij had mij gehoord in de auto. En ze vroeg steeds meer en meer. En op een gegeven moment... Zo zijn vrouwen, hè? Ze vragen meer en meer, altijd. Ja, absoluut. En van het een kwam het ander. En plots zei ze dan van, ja, je moet dat doen, je moet dat professioneel gaan doen. Ik zeg, ja, maar... En dan heeft ze mij naar een zangcoach gestuurd. En ja, ik zeg het, van het een kwam het ander. En het is eigenlijk veel sneller gelopen dan we eigenlijk... voorzien, en ben jij tevreden, Laura-Lien? Want de Laura-Lien staat daar natuurlijk naast haar lief. Ik ben heel tevreden, want het probleem was dat ik hem altijd maar in tweede stem hoorde zingen. En ik vroeg hem altijd maar van, zing nu toch gewoon. Gewoon even een liedje door. En hij wou dat maar niet doen. Maar dan heeft hij het toch op een dag gedaan. En ik ben eigenlijk heel tevreden, want de eerste keer toen hij de studio indook... Het ging inderdaad allemaal heel snel. Daar stond ik echt wel verbaasd van. Ja, die doet dat echt heel goed. Knap zeg. En is dit nu een nieuw duo geboren? Is dit een project, een blijvend project? Ik hoop ergens van wel, maar we wachten nog een beetje af. We willen ook niet te snel gaan. En we wachten de reacties van deze single nog een beetje af. Die zijn heel, heel positief. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij... nu kiezen om volledig in een duo te gaan. Ik heb ook mijn solo-project te lopen. En Matthias wil ook solo iets gaan uitbouwen. Maar er is wel vraag naar. En het is ook de bedoeling dat we naar volgend jaar toe samen op een podium gaan staan. Ja. Samen een liedje zingen. Knap, twee apart. Mooie mensen, twee liefdes. En dan jij met je accordeon er altijd bij, neem ik aan. Ja, dat is, ik speel al 20 jaar accordeon. Ja, vroeger dus bij de Sunsets, ben je uitgegaan, ben je solo gegaan en nu... Ja. En dan nu terug een duo. En nu terug een duo. Ja, wat zoek je toch altijd de vrouwen op? Kijk, dit is een nieuwe single, De Kusjesdans. He, is eentje van Paul Severs, denk ik? Ja, het is een covertje van Paul Severs van 85. Van 85, nooit echt een gigantisch grote hit geweest. En jullie doen er nu... Nee, toch. Ja, ik vond het een heel leuk nummer. Zo typisch iets voor Laura-Lien. Maar het is Matthias erbij geworden. Kijk, maar we gaan toch de website van Laura-Lien geven. Als dat niet erg is, Matthias. Dat mag. He, voilà, www.lauralien.be voor meer informatie. En hier zijn ze met De Kusjesdans zometeen. Happy Feet 2 met Michel Follet. Maar nu eerst prachtige muziek met dit liefdesduo. Veel succes. Juffrouw, mag ik van u deze dans? Weet je nog? Ik stond te blozen dat ik jou toen had gekozen, maar sindsdien ben jij van mij. Kom, wij doen samen, tezamen, vanavond. Die kusjesdans is over en over en over. Kom, laat ons samen, tezamen, vanavond. Het nog een keertje doen. Wel